vanavond heb ik wel, vind ik, de echte grote toekomst voor de aankomende jaren die Nederland een nieuwe lift hopelijk gaat geven. Het is gewoon leuk om de jongens die spelerij met zichzelf mee te geven. Dus ze doen gewoon hun eigen ding. En hier krijgen ze de truffel of kaviaar wat vanavond op de gerechten gaat. Ja, we gaan allemaal jonge talenten eigenlijk. En we gaan gewoon jonge talenten met hele mooie producten en een heel mooi restaurant een hele mooie avond van maken. Dat is het doel. Wat wij gaan maken is steak tartar. Eigenlijk een beetje op de manier waar wij het in de Leuf doen. Dus we maken steak tartar, maken we Aziatisch aan. F***ing lekker, ja. Hoop ik. Winterkabeljauw, oftewel de skrei. Skrei met knol en truffel. Mooie grote langoustine met beurre blanc en caviar. Een beetje kippenhuid erbij. Ja, je moet het ook een beetje met z'n tweeën kunnen doen. En met de handjes daarbuiten. Dus je moet niet te ingewikkeld. Als mensen ingewikkeld willen eten, dan mogen ze komen eten bij ons in het restaurant. En hier gaan we gewoon goed product, lekker, goede saus. En tempo maken. Dit is geen werk, dit is gewoon heel veel plezier. En het is ook belangrijk om een connectie te maken, ook met je collega's. En dat je met elkaar groeit naar iets moois en met elkaar Nederland nog beter op de kaart zetten. Koken met collega's vooral. Ik denk natuurlijk een tijdje weg geweest, maar de jongens ken ik wel een beetje. Dus en vooral benieuwd wat hun koken. En een caviar en truffel koken is natuurlijk altijd hartstikke leuk. We hebben de fazant helemaal in geel uit elkaar getrokken eigenlijk. We hebben een rouleau gemaakt van de dijtjes. Van alle afsnijdsels vastgedraaid met hazelnoot en truffel. Ik heb prendan. Daarop doen we briekdeeg, een crème van kippenlever en dan een jus van truffel met een klein beetje miso. Dus ik wil dat Aziatische natuurlijk moet er wel bij blijven. We hebben dit soort evenementen nog niet gedaan. Ja, voor gasten is het geweldig natuurlijk. Hoe kan je kan niet bij verschillende chefs op één avond eten normaal. Dus hoe kick is het als je dan een speciaal diner hebt waar meerdere topchefs uit Nederland hier staan te koken. Dat is geweldig. Er zijn een paar collega's, heb ik ooit mee gekookt, maar ook een paar collega's nog nooit mee gekookt. Je ziet elkaar natuurlijk of via jullie met een filmpje of ze zijn weer ergens anders aan het koken. Dus ik ben altijd benieuwd van hoe is die persoon, hoe doen ze mise en place, hoe geven ze mee, hoe is de sfeer in de keuken. En natuurlijk allebei met de White Room in de Nieuwe Garde. En nou ben je hier zelf en nou proef en voel je eigenlijk alles van A tot Z, van begin tot einde. En dat vind ik heel leuk en dat is al reden genoeg. En als je wordt uitgenodigd, ja, laten we vooropstellen, is gewoon een eer. Dat voelt heel raar, zeker. Ik heb nog nooit met zoveel mensen in de keuken gestaan. Dus ik kwam één voor één binnen natuurlijk. En het werd steeds drukker in de keuken. En dan was wie ga ik nou daarin zetten, wie ga ik daarin zetten. Nou, nu heb ik ook nog een ander zaaltje erbij gepakt. Om daar zomaar te gaan dresseren. Omdat het gewoon, iedereen wil je toch de ruimte geven en de spullen geven.